Hallo allemaal, leuk dat jullie naar een nieuwe video kijken. In deze video heb ik een boekhaul voor jullie van de maand mei. Een beetje laat, maar ik dacht nog steeds wel leuk om te laten zien. Want ik ben in mei jarig geweest en daar heb ik heel veel boekenbonnen gekregen. Bol.com-bon en boeken gewoon echt als cadeau. Dus ik dacht misschien leuk om die even te laten zien. Het zijn voornamelijk zomerboeken en liefdesboeken. Ze zijn echt heel erg leuk. Het zijn in totaal 8 boeken, dus het wordt een hele leuke video. Eentje ervan heb ik al gelezen en eentje ben ik nu aan het lezen. Dus daar kan ik al wat meer over vertellen. En als je nou voor het eerst op mijn kanaal bent, mijn naam is Aniek. En ik maak video's over van alles en nog wat. Boekenvlogs, ik maak filmreviews, ik maak lifestyle vlogs, vlogs van mijn leven, boekenvideo's en nog veel meer studentenleven video's maak ik. Dus als dat leuk klinkt voor jou, abonneer dan op mijn kanaal. Daar zou ik me heel blij mee maken. En laten wij dan beginnen met de video. Sommige boeken heb ik dus zelf gekocht van een bol.com bon of een boekenbon. Dus dat zijn echt boeken die ik echt wilde hebben. Maar sommige boeken heb ik ook gekregen. Maar ik heb ook weer boeken gevraagd. Dus het is allemaal een beetje door elkaar. Ik zit weer veel te veel te praten. Allereerst heb ik het boek Beach Read van Emily Henry. Ik heb zelf nog nooit iets gelezen van Emily Henry toen ik dit boek vroeg. Ik heb nu wel een boek van haar gelezen, maar daar komen we zo op terug. Ik weet niet. Iedereen die ik ken heeft het over dit boek. Iedere boekvlogger heeft het over dit boek. Heeft het allemaal 5 sterren gegeven die ik kijk dan. Dus ik dacht, waarom niet? Ik bewaar hem wel om echt te lezen als ik op vakantie ben. Als ik op het strand lig. Om de hele ultieme ervaring te hebben. Dus ik heb deze nog niet gelezen, maar het lijkt me heel interessant. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet dus voor de rest echt niet zo goed waar het over gaat. Heel benieuwd naar. Deze heb ik zelf gekocht van een bon. En dan heb ik het boek. Die heb ik met dezelfde bon als waarvan ik deze heb gekocht. If He Had Been With Me van Lara Nolin. Ik heb gehoord dat het een heel zielig boek is. En ik weet niet waarom, maar iets triggerde mij om dit boek te lezen. Ik weet niet waar het over gaat. Ja, If He Had Been With Me, Everything Would Have Been Different. Dus misschien dat het over iets gaat waarbij... Ik weet dat het een soort liefdesverhaal is, maar dat het niet goed eindigt. En ik weet ook dat er een tweede boekdeel uitkomt binnenkort. Alleen dan vanaf een ander perspectief, van het andere personage, geloof ik. Ik ben heel benieuwd waar het over gaat. Eigenlijk weet ik er niet zoveel over. Vanaf de achterkant kan je ook niet echt iets van maken. Maar wil ik heel graag lezen. Ik weet nog niet wanneer. Misschien binnenkort wel, maar love it. En dan Booklovers van Emily Henry. En deze heb ik voor mijn verjaardag gekregen. En deze heb ik dus al gelezen. Want ik dacht, laat ik eens een keer een Emily Henry boek lezen voordat ik dat boek Beach Read zou gaan lezen. Want misschien vind ik het wel helemaal niks haar schrijfstijl. En dan vind ik het ook niet fijn. En ik moet zeggen, de boeken van Emily Henry hebben zo'n fijn ding om vast te houden en te lezen. Ik hou ervan. Ik weet niet waarom, maar het is zo lekker fluffy en lekker... Ja, heerlijk. Ja, dit gaat eigenlijk over Nora en Charlie. En ze gaan naar Sunshine Falls uit een boek van wat ze zijn... Ze werken allebei een beetje iets met schrijfster. Zij is meer een agent en hij is meer een editor van het boek. En dan moeten ze uiteindelijk samenwerken. En dan gebeurt er van alles. Wat ik wel vind is dat er stond dat het echt van enemies to lovers ging. Maar ik vind dat niet helemaal enemies to lovers. Ik heb het boek wel 4 sterren gegeven. Ik vond het echt een heel interessant boek. Ik had niet verwacht wat er ging gebeuren dat dat ging gebeuren. Wel een deel, maar niet zeg maar het verhaal eromheen. Het is een romantisch boek, dus je weet al een beetje, kan een beetje invullen wat er gaat gebeuren. Maar daaromheen zit nog veel meer dan alleen een liefdesverhaal. Maar ik zal het boek wel aanraden, het is echt een goed boek en hierdoor heb ik juist meer zin in Beach Read. Oké, en dan The Hawthorne Legacy van Jennifer Lynn Barnes. Deze ben ik op dit moment aan het lezen. Ik ben op bladzijde 156. Deel 1 heb ik gelezen. Had ik echt binnen een mum van tijd uit. Ik ben hier gisteren begonnen. Ik ben nu op bladzijde 106, wat ik net zei. Dus heel erg spannend. Ik weet niet, ik vind hoe ze schrijft heel interessant. Het zijn korte hoofdstukken. En je bent er... Elk hoofdstuk denk je, ah, nou dan kan ik nog wel even eentje extra lezen. En daardoor lees ik heel snel heel veel hoofdstukken. Omdat het toch denk ik, ah, 4 bladzijden erbij. Nou, doe maar. En dan eindigt het, bijna elk hoofdstuk eindigt met een cliffhanger waardoor je wilt doorlezen. Echt een aanrader. Deze heb ik zelf gekocht van een bon. Dus ik hoop niet dat deze met een spoiler eindigt dat ik ook weer dat laatste boek moet kopen. Want die heb ik nog niet. Het volgende boek is Once Upon a Broken Heart bij Stephanie Garber. Hier heb ik ook heel veel dingen over gehoord van andere... Amerikaanse booktubers. Heet dat zo? Booktubers? Daarom heb ik het eigenlijk gekocht. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb deze gekocht van de cadeaubon die ik van Dave heb gekregen. Dus dat is een heel leuk cadeautje. Dus eigenlijk heb ik hem indirect van Dave gehad. Dankjewel nog steeds. Ja, ik heb eigenlijk echt geen idee waar het over gaat. Het gaat dus over dat de hoofdpersoon die gaat wensen vragen aan de Prince of Hearts.
En, niet wensen. Drie kisses, drie zoenen. En dan mag hij dat kiezen wanneer en hoe en wat. Dus dat is wat ik weet. En voor de rest heb ik geen idee waar het over gaat, maar ik hoor alleen maar positieve dingen, dus ik ben heel benieuwd. Volgens mij is het een trilogie en het tweede deel is ook al uit. Die heb ik nog niet en het derde deel komt uit dit jaar, als ik het goed heb. En dan een boek dat echt het begin is van een immense serie volgens mij. Addicted to You van Krista en Becca Ritchie. Ik weet niet wanneer waar ik was, want mijn geheugenkaart zit vol. Dus ik moest even een nieuwe geheugenkaart in doen. Maar dus dit boek Addicted to You. Het gaat dus over twee mensen zijn verslaafd. Eentje aan seks en eentje aan drank. En dan gaan ze kijken hoe ze met die verslaving om kunnen gaan. Maar ik heb het boek niet gelezen, dus dat haal ik vanaf de achterkant. En ik weet dat deze boeken best wel moeilijk verkrijgbaar zijn. Of best wel duur zijn hier in Nederland. Ik weet niet of dat aan Nederland ligt of dat ze moeilijk verkrijgbaar zijn. Boek 2 is wel nog goedkoop om te doen. Maar die boeken daarna worden op een gegeven moment duur of helemaal niet vindbaar op bol.com. Dus dat is jammer. Deze heb ik op Vinted gekocht. Dus dat is wel weer goed. Heb ik uiteindelijk best wel veel geld ook nog voor betaald. Maar wel minder dan als ik het echt zou kopen. Dus dat is goed. En hij ziet er nog mooi uit. Dus ja. Ik dacht gewoon, ik geef mezelf een cadeautje. Dan heb ik het boek We Were Liars van A. Lockhart. Dit boek heb ik gekregen. Ik heb het wel ook echt gevraagd. Maar volgens mij ben ik het gewoon ooit ergens tegengekomen. Dacht ik, dit is een spannend boek. Maar ook weer, ja, ik weet niet. Ik heb dus eigenlijk geen idee waar het over gaat. Maar mijn zusje zei dat het een heel goed boek was. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Achterop staat heel weinig. Dus ik kan het wel even voorlezen. If anyone asks how it ends, just lie. We are Sinclairs. We live at least in the summertime on a private island off the coast of... een moeilijke woord. Perhaps that's all you need to know. Except that some of us are liars. Dus ik denk dat het een spannend boek wordt. Maar ook wel een soort zomerboek. Dus ik ben heel benieuwd. Wel raar was dat hier zo toen ik hem kreeg. Zit dus een soort bladzijde gevouwen. En toen dacht ik, oké, ik ga hem uitvouwen. Maar dan is hij dus groter dan het boek zelf. Dat is een beetje gek. Dus ik dacht, ik hou die maar gewoon omgevouwen. Misschien is het part of the story. Of is het gewoon een productiefout. Maar ja, heel benieuwd naar. En dan als laatste een boek dat jullie eigenlijk al voorbij hebben zien komen in mijn birthday haul. Twisted Love van Anna Hoang. Al die namen, blijft altijd moeilijk om uit te spreken. Maar ja, hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ik probeer mezelf een beetje te behoeden omdat hier dan weer drie boeken achterna komen. En ik weet dat je ze allemaal los kan lezen. Maar ik wil gewoon graag dan, als ik een serie begin, vaak alles lezen. Dus ik ben eventjes een beetje solo boeken aan het lezen. Oh my god, ik heb nog meer boeken trouwens. Ik heb er niet over nagedacht. Dus ik zal ze even laten zien. Ik herinner het eigenlijk dus vooral omdat ik net zeg dat ik geen series wil kopen. Maar dat ik zeker zelf dit boek heb gekocht. Flawless van Elsie Silver. En dat is ook het eerste boek van een serie van weet ik veel 4 boeken. Volgens mij gaat het een beetje over de countryside. Dus weer een keer iets anders. Ik denk wel leuk. Ik ben heel benieuwd. Heel veel mensen waren hier ook positief over. Ik weet niet of het per se dit boek was of het ander boek. In ieder geval met een koppel dat hier in dit universum zich afspeelde dat heel leuk was. Dus dan denk ik, let's try it out. Dan het laatste boek dat ik zelf gekocht heb hier in Broeze. Kijk, ik kreeg echt leuke boekenleggers erbij. Van Broeze. Echt nice. Het boek Better Than The Movies van Lynn Painter. En dit is mijn eerste Lynn Painter boek terwijl ik al vaker over haar heb gehoord ook. Ik heb hiervoor de Minor Creative Storytelling gevolgd. En daarin zei ook een meisje dat haar lievelingsschrijver Lynn Painter was. Waar het over zou gaan, geen idee. Ik ben er gewoon een beetje achter gekomen dat ik elke keer denk, oh, een romantisch boek, dat is echt cliché. Maar elk romantisch boek dat ik tot nu toe heb gelezen, ging echt anders dan ik dacht. Dus ik probeer gewoon een beetje open-minded in te gaan. En dan zie ik wel waar het over zou gaan. Nou, zal ik voor het fatsoen nog eventjes laten zien hoeveel boeken dit nou eigenlijk zijn. Oh. Zoveel boeken zijn het. Nou ja. Heel veel leesvoer erbij. Gelukkig is het bijna zomervakantie, dus dan heb ik wel tijd om te lezen. Op Goodreads heb ik een goal ingesteld van 30 boeken, want ik dacht 2 boeken per maand moet kunnen. Dus dan heb je 12 plus 12. En dat is dan 24, dacht ik, die 6. Die kan ik vast wel ergens als ik strijd erin doe, maar ik loop nu dus 2 boeken achter op schedule en ik vind het zo irritant. Waardoor ik juist meer probeer te lezen, dus misschien is het ook wel weer goed, maar... Oh, ik hoop gewoon dat ik het ga halen, maar ik ben er heel bang voor. Maar we kunnen niet meer doen dan ons best. Zolang er maar meer boeken zijn dan 24, dan ben ik wel trots op mezelf. Als jullie het nou interessant vinden om mijn Goodreads te zien, kunnen jullie mij toevoegen. Het staat in de bio, maar ik zal het ook even hier in beeld zetten. Het is gewoon mijn naam. Voeg me toe als vriend. Ik vind het heel erg leuk om te zien wat iedereen doet. En dan kunnen jullie ook zien wat ik doe, wat voor sterren ik boeken geef, et cetera. En dan was dit de video voor vandaag. Ja, ik hoop dat jullie dit een interessante video vonden. Dat jullie wat inspiratie op hebben gedaan om boeken te kopen. Ik kan er natuurlijk niet heel veel over zeggen. Maar dit is me allemaal aangeprezen van
Goodreads reviews of van booktubers die ik heb gezien. Dus ik denk dat het wel goede boeken zijn. En daar moet je natuurlijk zelf nog even achter komen. En dan zeg ik, doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vindt. En abonneer mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zeg ik, tot volgende week. Doei!